Hallo kijkers van ShineSpice, ook bij een gloednieuwe aflevering van Mario, Metabots, Recursion version tegen Metabee version. Oh, is dit niet de nieuwe serie van ShineSpice Game News, waarin wij games behandelen en het nieuws eromheen? Jawel. Oh. Daarover gesproken, ik moet weer eigenlijk nieuwe podcasts hebben. Nou, volgens mij heb ik er nog laatst een hele gigantische lijst doorgestuurd voor allemaal dingen die ik kan doen, dus... Dat klopt. Hey, daar heb je die irritante dude weer met z'n drie cactussen. Nou, het zijn ook niet echt cactussen, maar ze hebben wel een sombrero. Maar wat is het nu? Hè? Zijn het nu cactussen of zijn het gewoon planten met een sombrero? Ja, dat kan ik slecht zien, zal ik heel eerlijk zeggen. Hm. Nou ja. Nee, het zijn cactussen met een sombrero. Het zijn cactussen met een sombrero, oké. Ja. En je had toch een clown, hè? Ja. Is die een beetje clown met twee van die punten? Ja, en hij zit op zo'n bal, zeg ja. Maar. Ja. Nou, ik kom in de buurt. Maar ik heb nu net die fight tegen hem. Hm. Oh, nu zou ik ook wel bedoelen met die mobieltjes. Op zich altijd heel leuk van, je omschrijft iets en denkt van, oh, het ziet er waarschijnlijk zo uit. Nee, het is soms nog erger. Ja, precies. Dan denk je al van, oh, het zal zo niet erger zijn dan dit. Nou, dat wel. Nou. Heb jij buiten jouw Recusio medal, zeg maar, nog een andere medal laten evolueren? Nee, niet dat ik in de gaten heb. Zeker wel een paar dingen van hetzelfde level ongeveer, die bijna in de buurt komen van de Kuwagata, maar niks wat Evolve, nee. Maar ik denk dat Evolve ook echt specifiek is voor die Recusio dingen. Ja, denk je dat de andere medals niet kunnen evolueren? Ik denk het. Oh. Want daar wil ik heel eerlijk zijn. Phoenix Metal klinkt al aardig. Ja, dat is waar. Next level. Ja, zit dat in. Daar heb ik nog niet over nagedacht hoe het zo werkt. Want de naam verandert niet, maar ja, als je evolved... Nee. Laat me voor het gemak zeggen, het is een generic ding. Als het evolved, zou ik toch denken dat het misschien een andere naam krijgt. Ja, maar dat is in dit geval natuurlijk ook niet echt zo. Nee. Ja, ik weet niet. Ik vind sowieso met sommige dingen begin ik me echt af te vragen van hoe zit dit nu daadwerkelijk? Mm-hmm. Einde van de game. Ja, Milan, gefeliciteerd met het winnen van de race. Ik heb nog steeds geen idee wat ik aan het doen ben. Die kans is groot dat het zo in elkaar gaat zitten, ja. Och, ik heb nou een bot, joh, daar word je blij van. Ja, als je straks tegen... Bot? Nou ja, ik heb dus die... Van die king, zeg maar, of van die koning, of die prins, is het zal denk ik zijn, heb ik dus van zijn bots het hoofd gekregen. Met die super OP schild, zeg maar. Ja. Dus dat scheelt zoveel damage. Ja, dat is mooi toch? En ik had expres ervoor gekozen om dan nog andere parts te kiezen, zeg maar, met heel veel HP. Mhm. Dus het zit goed in elkaar nu. Dat is helemaal goed, dat is helemaal top hier. Mm-hmm. Sabotina. Ja, je kan merken dat deze game gemaakt is voor kinderen dan. Ja. Oké. Jenga. Nou, kom op, maak even wat andere onderdelen kapot. Heb je deze fight klaar, kan ik door. Want ik wil langzaam maar zeker een beetje meer in de buurt komen van Milano. Dat wil ik niet. Ja, dat wil ik wel. Het is toch hartstikke leuk dat een race eindigt binnen een minuut van elkaar. Nee. To be fair,
Ik heb ook nog een paar races meegemaakt, maar alsnog, het is hartstikke leuk als dat gebeurt. Ja, weet je wat bij mij is? Ik heb altijd het uiteinde. Of ik verlies heel hard, of ik win heel hard. Als ik tegen Sander speel, win ik meestal heel hard. Hoe ik Justin speel... Hoe zou dat toch komen? Dat Sander niks kan? Nee. Ja, toegeven, de laatste def kwam niet door Sander. Dat klopt. Dat gebeurt ook wel vaker dat het niet door Sander komt, hoor. Alleen, ik vind Black and White 2 gewoon echt een cut game op de neslokken. Nou, het valt mee, maar hij gooit even flink de drempel even omhoog. En dat is voornamelijk het probleem met 2, ja. Ik ben nog steeds niet klaar met dit tyfus toernooi. Oh, sorry. Met dit verschrikkelijke toernooi. Ja, het duurt even, hè. Het is niet normaal. Nee. Nou, moet ik weer tegen hem vechten, tegen die cactussen. 2 keer achter elkaar. Je zou ook maar goede middenpart krijgen van ze, hè. Ja, dat is het ook niet. Ik weet in ieder geval wel dat ik deze kan winnen en dat ik daar niet al te veel moeite mee heb, dus dat is wel fijn. Ja, klopt ja. Alleen, het enige nadeel is dat hij sneller is, maar dat is het enige. Zo. Nou, hebben we dat klaar, kunnen we de medaille afleveren en dan kunnen we weer door. Maar ik ben nog steeds niet bij die prins waar je het over hebt, dus dat kan nog even duren. Ja, maar als je bij de prins bent, dan ben je veel te dichtbij mij als je daar bent. Nee, vind ik niet. Ik moet dichterbij komen, ik moet veel dichterbij komen. Zo. Nou, hopla. Jammer dat je, als je weet bijvoorbeeld dat hij een attack gaat doen op een van mijn schilden, dus dat hij geen damage gaat doen, dat het dan gewoon dat je dat niet gewoon kan overslaan dan. Ja, ach. Aan het eind van deze serie hebben we 22 tips die ze gewoon mee moeten nemen. Yeah. Van, ja. Van, nee, dit moet je doen, dit moet je doen en dit moet je doen. Oh ja, en dit moet je ook doen, want ja, sorry, maar dit is gewoon veel beter, ja. Weet je wat, kom maar even hier met de game, we passen hem gewoon even helemaal voor je aan. Zo, yeah. Klaar. We beginnen met het hele simpele, gewoon niet meer aankrooien met die dingen. Of uitleggen hoe de game werkt, is dat een idee? Ja, maar dat kunnen we al meteen opgeven, denk ik. Zo. Fuck it. Erika scheldt ons uit, wij gaan op date met Karin. Wat? Je hoorde wel wat ik zei. Waar ben je nu in die game al? Ik ben in de Haunted House. In de Haunted House? Ja. Dan is jouw game anders dan die van mij, want ik kan niet in de Haunted House. Spelen wij wel dezelfde game ondertussen? Want daar begin ik steeds meer af te vragen. Ja. Nou ja, kijk wel.
zometeen zeg ik van, oh ja, Jordi, ja, ik had eigenlijk niet doorgegeven, maar ja, Manabee versie is maar 20 uur, ja, Rokusha versie is 60 uur. Oh, heb ik dat niet doorgegeven? Nee, oh ja. Ja, maar volgens mij zei je toen dat je het alleen maar ging zeggen wanneer jij een grote voorsprong had opgebouwd. Ja, maar die heb ik nog niet. Nee, dus we moeten even wachten, denk ik. Weet je nog die ene gast met 3 tanks die jij lastig vond? Ja. Ja, dat was dus de vervanger voor mijn 3 cactussen. Dus dan moet je straks nog 2 keer tegen, dan weet je dat. Dat wil ik niet. Nee, dat weet ik. Is niet leuk. Cactus boy is gone. Ik hoop wel dat ik dit stuk kan afmaken, maar ik zou het op zich nog mooi vinden als ik weer wat dingen kan gaan verkopen. En dat ik niet weer ergens vast zit voor de 3 sessies. Ik vind het ook zo mooi dat zelfs Metaforce je niet kan bepalen op wie je dat mikt. Ja. Ook heel jammer, maar want daar zie je niet eens op wie je gaat schieten. Nee, klopt. Daar is het ook één groot raadsel van, ja nee, we gaan op die schieten. Ja, maar dat is totaal niet logisch, hij heeft maar 1 AP, je kan dat ook op hem blazen en hij is dood. Ja, nee, we gaan op hem schieten. Oké. Tuurlijk is dat de final. Ik ga niet verklappen wie de final is. De final is Phantom Guy? Nee. Coachie? Ja. Hoe had ik dat toch kunnen weten? Nee. Ja, stiekem heb ik al lang ingehaald, maar ja. Oh, natuurlijk. Natuurlijk. Jij wel. Ja, als Pokémon was geweest. Wordt zo kut voor. Als Pokémon was geweest, wel ja. Ja, nou, had ik nooit voorgestaan. Oh, jawel. Als ik op hardcore Nuzlocke mocht doen en jij gewoon normale run kon doen. Precies. Dan, en alleen dan, kan de avatar de 4 naties weer bij elkaar brengen. Ooit ga ik begrijpen in deze game hoe evasion werkt. Ooit. Niet. Nou, het werkt voor mij niet. Dat is het probleem. Mm-hmm. Voor de enemy werkt het wel, maar voor mij werkt het niet. Moet het voor jou ook werken? Ja, liever wel. Aha. En dan had je dat even door moeten geven. Die optie heb je niet aangeklikt. Ja, blijkt me maar eens. Nee, zeg niet dat dat een ding is, want dan zou ik heel pissy worden. Wat? Kijken. Nou, oké, dat valt nog mee. Laat maar, ik heb niks gezegd. Valt niet mee. Ja, hij doet even een metaforce, die heet Life Drain. Hield. Die soort gigadrain, zeg maar. Een soort gigadrain. Verniet gewoon alles van mij. En hij hield tenminste niet de parts die hij kapot heeft, maar hij heeft gewoon een hele metabot van mij kapot gemaakt met alleen maar die move. Wow. En dan hit ik hem en doe ik net op 1 HP niet genoeg damage. Zo ongelooflijk kloorn. Feest. Ik zei dat ik een slang fan ben, maar ik ben geen fan van de slang in een bos. Want is die freaking traag. Ah, jongens, raak nou gewoon of het hoofd en vernietig het hoofd, of doe niks. Ja, maar dat willen ze niet. Nee, dat blijkt me maar eens.
Want nu heb ik deze fight verloren, omdat hij letterlijk het hoofd niet kan killen op 1 HP na. Very sad. Ja. Nou, dan doen we dit stuk wel weer opnieuw, hè? Wel ja. Doe gewoon. Ik had toch opnieuw iets, hè? Heb ik iets? Nee. Dit is de kracht. Ja. Heb ik iets anders compleet wat ik gewoon kan maken? Nee. Wat zijn de bananen nou weer? What the fuck? What the fuck gebeurt hier? Nou, dat is. Hey! Dat is een zeer goede vraag, Milan, want ik heb letterlijk ook maar geen idee. Nou, dan gooi je het even op deze manier. Ik heb even mijn slang aangepast voor iets wat sneller is in dit gebied. Niet weer de bananen. Nee, gelukkig. Ook dat nog. Ja, dit is inderdaad een stuk sneller. Missile! En ik heb maar van één ding maar... Als ik geluk heb, heb ik een goede chain reaction. Ja? Zee! Dan heb je inderdaad geluk. Ja. Yeah. Lekker voor je, Koji. Oh, oh. We got a quiet dark horse in a row battle today! Ja! Yeah. Yay! Geef me nu allemaal timpets en allemaal andere dingen. Je krijgt een sombrero, een spiky gun, een needle gun, een ride away, een mermaid medal. Nou, ze beter gewoon iets kunnen geven wat allemaal bij elkaar past, in plaats van zeggen van hier heb je een medal die totaal niks heeft met een sombrero. Ja, maar dat ga ik nu eens even checken. Maar ik hoop dat het iets goeds is. En dat je het daadwerkelijk kan gebruiken en dat het niet iets weer onzinnigs is. Het is wel een hele bot wat ik heb gekregen, dus dat is dan wel grappig. Is het zo moeilijk om te raken? Ja. Ja, echt. De enige manier hoe ik kan raken is gewoon de dingen met metaphors te doen. Want al die andere dingen die missen gewoon iedere keer. Ah, oh, even kijken. Een needle gun. Hey, ik krijg toch nog een needle iets, toch? Ja. Oh ja. Oh nee, spike gun en needle gun. Klinkt exact hetzelfde, maar oké. Okay. Nou, laten we kijken op dit keer of het dit nou raakt. Nou. En raakt dit of mist dit nog steeds? Nee, het raakt niet. Hey. Conclusie, je moet gewoon iedere keer de freaking benen raken. Wil wel eens helpen. You're Dr. Amon.
Oh jee, een row battle. Ja, dan moet je alleen maar zeggen wanneer het een probleem is, hè? Ja, is, ik ben benieuwd. Is het een probleem? Dat weet ik niet. Ik heb deze battle nog nooit gedaan, voor mijn gevoel. Nou, dan gaan we het zo meteen, merken. Ja. Ach, hij ontwijkt weer. Oh, dit is die gast die een geüpgrade versie van Madabi en Rakusho heeft. Maar dat is niet eerlijk. Ik weet niet of je die gast kent, maar... Het is die gast die aan het begin van het park is, of niet? Ja, een beetje zo'n weirdo. Ja. Ja. Die heeft zeg maar Madabi en Rakusho, alleen dan een vettere versie, zeg maar. Maar dat is niet eerlijk. Die versie wil ik. Ja. Ik wil een vettere versie van Madabi en Rakusho, maar dan, dan lijkt het alsof ik nog iets aan progress maak met deze game. Ja. Milan, dat is deze game kort samengevat. Ja. Dit is niet handig en dit is niet handig. Dit is ook niet handig. Ik raak, Wario. Ik ben zo'n raak. Dat is heel mooi. Ik ben alleen maar een misser. Dat is niet handig. Nee. Why the fuck you missing? Nou, omdat deze game niet logisch is. Ah. Nou, dat is een goede reden. Hoeveel HP heeft het hoofd van de Rakusho? Voor mijn 30 of zo. Nou ja, dit is wel echt wel een verbeterde versie dan. En ook al zou het maar een paar HP hebben, dan ben ik al tevreden. Ja. Het is gewoon. Rakusho heeft gewoon drie keer niks. Ik denk ook dat dit mijn laatste fight is. Dan denk ik niet dat ik, dat ik de Haunted House nog doorkom. Nee, precies. En ik moet, ik word gerekt hier, dus ik moet opnieuw beginnen. Yay! Nou ja, dan heb ik tenminste even wat tijd om in te halen. Nou ja, ik heb tenminste nu maar gewoon zo gedaan van oké, Rakusho weer in, healer erin en maar gewoon hopen. Yep. Nou. Die part kapot. Nou. Ja, oké. Gemis. Gewon, oh nee. Nee, gewon is wat we zeggen wanneer deze serie klaar is, dat zeggen we. Denk jij dat je bijna klaar bent met jouw battle? Ja, ik ben net klaar. Oké, zullen we dan de aflevering beëindigen? Want dan ga ik niet nog een keer die battle doen namelijk. Is goed. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag bij de volgende aflevering van Metabots. Adios, amigos.